Al toen ik met mijn vrienden op het voetbalveldje aan het voetballen was, droomde ik van Vitesse. Daar wil ik voetballen. Het begon voor mij met de talentenschool. Daar werd ik gescout. Vanaf dat moment was ik een voetballer van de Vitesse Academie. Er werd veel van mij verwacht. Maar daar kan ik goed mee omgaan. Het is 's ochtends vroeg opstaan om naar school te gaan en de dagen zijn lang. Maar dat heb ik er voor over. Maak van faal 6 opdracht 1 tot en met 5. Gelukkig zijn mijn schooltijden aangepast en kan ik elke dag trainen. In het begin was het wel even wennen, maar ik word goed begeleid door specialisten. Ik moest leren omgaan met moeilijke situaties, stress en kritiek. Dat lukt. Zeker door de gesprekken die ik heb met de hoofdopleidingen en de psycholoog. Mijn prestaties op het veld worden samen met mijn trainer en de videoanalist bekeken en besproken. Ik kan nu al die bal geven, dat doet hij dus niet. Soms zijn die gesprekken minder leuk, maar ik leer wat ik moet verbeteren om het doel te bereiken. Een betere speler te worden. Mijn conditie is erg belangrijk. Dat begint met een medische keuring en verschillende testen en scans. Soms raak je geblesseerd, dat is minder leuk, maar samen met de fysio lukt het mij snel om te herstellen. Een paar keer per week heb ik krachttraining. Na de training en wedstrijden bespreken we altijd nog even hoe het is gegaan. De jongere selecties worden thuisgebracht, maar ik heb een OV-kaart van Vitesse. Na het eten maak ik nog even huiswerk en dan ga ik naar bed. Een erg drukke dag, maar dat heb ik er voor over. Want het spelen bij Vitesse is vooral erg leuk.